bijna de 100ste geboortedag van Rien Mastenbroek. Rien Mastenbroek is iemand die ongelooflijk hoog niveau heeft gehaald, Olympisch heeft gezongen op heel jonge leeftijd. En het bijzondere eraan is dat we nu voor het eerst hier in Rotterdam een heel mooi evenement organiseren. En dat we dus kunnen vieren hier hoe groot zij was. En tegelijkertijd ook nog eens een keer dat we de naam van het zwembad, Zwemcentrum Rotterdam, dat het wedstrijdbad vernoemen naar Rien Mastenbroek. En dat is wat we vandaag doen. Drie keer Europees kampioen in Magdeburg en drie gouden medailles op Olympische Spelen van Berlijn. Met één zilveren medaille. Dus ja, dan ben je natuurlijk toch wel eigenlijk tot de grootte der aarde, zullen we maar zeggen. Nou, er zijn verschillende grote namen voorbij gekomen zojuist. En dat zijn allemaal dames die ook op behoorlijk niveau gezwommen hebben. En die geven zwemclinics samen met de zwemvereniging Albion. Wij zijn hier bezig met zo'n 75 jongens en meisjes. Om ze een beetje wat aanwijzingen te geven over de zwemslagen. En een beetje techniek vertellen. Ik vind het heel erg goed. En zeker om het meer bekendheid te geven bij het Rotterdamse publiek. De mensen die hier wonen. Dat iedereen weet wie Rien Mastenbroek is en was. Wat voor goede sportvrouw en zwemster het geweest is vroeger. Vind ik gewoon heel erg belangrijk dat zij bekend wordt. Dit zou ze geweldig gevonden hebben, dat er nu een soort eerherstel is, want dat was altijd een stigma van haar, hè. 36 Berlijn, dat was het nog dan. En, ja, en nu krijgt ze toch door de sporticonen, krijgt ze toch een eigen evenement dat ze geëerd wordt. Alleen maar geweldig, niks anders, geweldig.